Het Elsje Vink Sanigaar College COVAP heeft vandaag 89 afgestudeerden afgeleverd. Het gaat om afgestudeerden van 5 opleidingen, waarbij 9 afgestudeerden van de HBO-opleiding tot verpleegkundige behoren tot de eerste groep die na een succesvolle verdediging van hun thesis hun diploma in ontvangst hebben genomen. De groep afgestudeerden begon in 2016 aan hun opleiding. De afgestudeerden komen van de basisopleidingen tot verpleegassistent, tot ziekenverzorgende en tot mbo-verpleegkundige. De postbasis gespecialiseerde opleiding en de opleiding tot hbo-verpleegkundige. Directeur Angel Wardelay Kumbangsila zegt dat het een bijzondere mijlpaal is, vooral na alle uitdagingen waarmee de studenten en de opleiding zijn geconfronteerd tijdens de COVID-19-pandemie. Toen die crisis begon, konden hun stages niet doorgaan. En daarna, toen we een beetje erover uit waren en ze weer op stage konden, toen moesten ze ook gewoon meehelpen werken. Er waren gewoon handen nodig aan het bed. Dus we moesten ook onze studenten heel snel de kennis over COVID-19 bijbrengen. En dat dwars door lockdowns en allerlei dingen hoor. Moesten we dat doen, zodat ze ook gewoon konden helpen in het veld. Dus dit is het resultaat eigenlijk van de afgelopen 2 jaren, waarbij we ook met ondersteuning van het ministerie, maar ook van PAHO, ons onderwijs ook online hebben gebracht. We hebben eigenlijk heel veel innovatieve oplossingen, heel praktische oplossingen ook moeten bedenken. Wallerlei Kumbangsila geeft aan dat met de verschillende niveaus er niet van uitgegaan moet worden dat er 2 soorten verpleegkundigen zijn. Ze geeft aan dat vanuit het beroep bekeken er sprake is van 1 verpleegkundige. Echter zijn er 2 opleidingsniveaus. Het verschil zit erom in dat de hbo-verpleegkundige opgeleid is voor meer complexe, dus hoogcomplexe zorg. Zij zijn opgeleid als regieverpleegkundige. Wanneer we kijken naar de behoeften van die gezondheidszorg, vroeger had iemand alleen diabetes mellitus. Ja. Of alleen hypertensie, of alleen A. Nu heeft iemand A, B, C en D tegelijk. Dus in 1 persoon, ja. Je hebt dus complexere vraagstukken die er zijn. De patiënt presenteert zich ook complexer. Je hebt veel meer onvoorspelbare situatie, maar ook die gezondheidszorg is hoger ontwikkeld. Veel meer apparatuur, nieuwe methoden, nieuwe technieken, complexere protocollen. En die HBO-veer is daarvoor opgeleid, zodat die HBO-veer op dat stukje kan inspelen. Die HBO-veer heeft prominenter ook dat stukje klinisch redeneren, maar ook dat stukje evidence-based practice, waarbij de HBO-veer leert een probleem te erkennen, onderzoek te doen en van daaruit een voorstel te doen. De hbo-studenten van COVAP zijn speciaal opgeleid voor complexe situaties binnen de zorg. Wardelay Kumbangsila betreurt het dat veel verpleegkundigen wegtrekken. Ze ziet het als kapitaalvlucht. Ze begrijpt echter dat bij een slechte economische situatie mensen wegtrekken.